Hallo, ik ben Willem. Ik vertel je graag meer over de nieuwe mogelijkheid om software te bestellen via de Heutink website. Tot voor kort kon dat alleen handmatig via een offline formulier. Best omslachtig. Bovendien hadden we op school nooit een duidelijk overzicht van alle lopende softwarelicenties. Vanaf nu staan alle softwarelicenties als artikel in de webshop van Heutink. Waardoor ik veel sneller en geautomatiseerd software kan opzoeken, bestellen en beheren. Als ik ben ingelogd, ga ik naar de methodepagina van de methode waarvoor ik software wil bestellen. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de methode, maar ook een overzicht van alle producten die bij die methode horen. Ook de software is opgenomen in het productoverzicht. Ik wil graag de leerkrachtsoftware en de digitale verwerkingssoftware. Oefensoftware en toetssoftware voor groep 7 bestellen. Ik begin met de Digiboard software. Heb je op de knop Bereken en Bestel geklikt, selecteer dan je gewenste startdatum. Je kiest hier dus zelf vanaf wanneer je de software wilt gebruiken. Ook kies je voor het abonnement van jouw voorkeur. De abonnementsvormen kunnen per methode verschillen. Het aantal leerlingen wordt automatisch door de website gevuld. Hiervoor wordt een koppeling met DUO gebruikt. Onze school heeft 265 leerlingen en 8 jaargroepen, dus de website heeft een gemiddeld aantal leerlingen van 33 per jaargroep berekend. Voordat de software echt besteld kan worden, moet de order goedgekeurd worden door de directeur van je school. Dit heeft te maken met het privacyconvenant. Heutink is deelnemer aan dit convenant en helpt scholen zodoende om gegevens van leerlingen en leerkrachten goed te beschermen wanneer je software gaat gebruiken. Ik zal nu laten zien wat de directeur of een ander bevoegde collega moet doen om de softwarelicentie te autoriseren. Je gaat naar Mijn Heutink en kiest voor softwarelicenties. Hier zie je een compleet overzicht van alle lopende softwarelicenties en de licenties die nog goedgekeurd moeten worden. Je herkent de licenties die nog goedgekeurd moeten worden aan het rode symbooltje en aan de abonnementstatus. Klik op Bestellen om de laatste stap te volbrengen. Hier geeft je directeur of andere bevoegde collega in wat zijn of haar functie is en gaat deze akkoord met de licentievoorwaarden en bewerkersovereenkomst. Daarna klik je op Licentie Bestellen. Dat was dat, de licentie is besteld. Ga je weer terug naar Mijn Heutink. Dan zie je dat de status van de licentie direct is aangepast. Met dit overzicht heb je dus wanneer je maar wilt een actueel overzicht van alle lopende en gewenste softwarelicenties. Voor meer detailinformatie en de start- en einddatum van de licentie, klik je op bekijken. Je ziet het: software bestellen en beheren is nu veel sneller en eenvoudiger. En er is nog een extra voordeel. De software is vanaf nu ook opgenomen in de methodecalculator, waardoor je een totaalprijs kunt berekenen voor een nieuwe methode, inclusief software. Ik wens je veel succes. Als je er toch niet uitkomt, geen punt. Je kunt ons altijd bellen.